Gooi deze video sneller dan 3 seconden, of anders kan ik jullie opeten. Like challenge, like deze video sneller dan het licht. Want het is de bedoeling dat wij vandaag de 2000 likes halen. Bij de 2000 likes en de 10.000 weergaven gaan we Brawl Stars draad weer helemaal oppakken. Daar gaan we het helemaal weer terugbrengen. Want vandaag gaan we spelen op 3 uur 's nachts. En ja, dat wordt spannend met Ronald McDonald's. Maar bij de 10.000 views en de 2000 likes gaan wij deze draad gewoon compleet oppakken. Weet je waarom? Het is belangrijk dat ja, Brawl Stars toch weer een beetje hype wordt. En het is een beetje, weet je, we hebben geen hype meer in Nederland. Hashtag free nieuwe hypes, want we hebben het nodig. Dus hype dood, mensen. Ze hebben niks meer leuks te vertellen. Het is niet leuk meer op YouTube. Het is alle saaiste periode van het hele jaar op YouTube tegenwoordig. Sinds 2020. Het is altijd meestal wel leuk geweest, maar nu even wat minder. Ja, kan gebeuren. Maar goed. Niet zeuren, we gaan spelen. Oké. En Mortis. Ja, we moeten zorgen dat we een klein beetje sterker worden met Mortis. Want Mortis is wel echt een baas. Mortis is heel sterk hoor. En het is een fijne knok om mee te spelen. Maar ja. Oei. Ik ben benieuwd. Gaat hij een omweggetje nemen? Gaat hij een ommetje doen? Gaat hij een ommetje doen? Huts! Ah! Verdomme! McDonald's stond daar zo! Oh my god! You are so... Ja, hij denkt, hey, dat is een lekkere gevecht. Ik heb één tactiek. Laten we gaan bemoeien! Want bemoeien is de manier om te winnen. Oftewel, bemoeien. Juist, ja. Oké. Nee, maar laten we nu een andere knokken gaan kiezen. En dat is, laten we zelf met Sprout spelen. Misschien een leuke challenge ook. De knokken waarmee je gekild bent, dan moet je mee spelen. Behalve de knokken die je niet hebt natuurlijk. Dan is het maar een willekeurige. Maar goed, hè. Laat even deze uitpakken. Hey, verdubbelaartje. Nice. Oh, shit. Nee, niet die. Oké, mensen. Laten we nu de dagwinnaar doen. En dat is de prison. Laten we even kijken. Wat is prison voor map? Het is een kleine map. Ik heb nog nooit gespeeld zo. So, let's play the prison. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien, mensen. Oh, mijn god. Ik bedoel, ik heb nog niet gespeeld. Maar het is anders. Het is een ander soort mappie. En ja, man. Laten we even kijken. Ik zit dus hier. En... Huts! Laten we ze gewoon pakken. We hebben ze nodig, snap je? Hut! Ik dacht het niet, vriend. Zo. Je bent dood. Oké. Het is wel een grappige map, man. Ik zeg heel eerlijk. Oké. Ja, we moeten zorgen dat we gaan winnen, man. Even kijken, hoor. Oh, tuurlijk. Je moet even die doodskopjes weghalen. Zo. Laat het hem even iets moeilijker maken, man. Zo, even wegwezen van dinges. Ja, dinges. Heeft ook een naam, maar goed. Nee, je moet even escapen, man. Eentje zit sowieso je kaart verstopt. Huts. Ik kan vervelend zijn met Sprout, man. Die gaat hij niet leuk vinden. Pak hem! Zo. Het is tijd om Ronald McDonald's even goed te ontmoeten hier. Huts! En we hebben... Ronald McDonald staat in het water. Oké. We hebben gewonnen. Eerlijk man, dit is leuk. Winnen is altijd leuk, hè? Dus dat weet je. Laten we nu even bij iemand anders gaan spelen. En dat is Mr. P. Mr. P, die kennen we ook nog wel, jongens. Als je die niet meer kent. Hij is wel strader. Maar laten we nu even voor gevarenzone gaan. Voor mij was hij voor gevarenzone best goed. En Gil ook wel. Maar laten we voor Mr. P gaan. Mr. P is een strijder. Wij moeten gewoon Ronald McDonald een paar rondes tegenkomen. Oké. Ik ben benieuwd. Oh, we hebben een nieuwe knokker. Ik ken ze niet. Ik zeg je heel eerlijk. Ik ken deze knokkers niet. Omdat het gewoon nieuw voor mij is. Oei. Ouch. Dat is niet leuk. Oké, we gaan Max pakken. Jongens, kom aan. Weg met die Max. Huts. Laat die pinguïn maar op ze afkomen. Huts. Gewoon een beetje in de hoeken staan, jongen. Gaan we dit winnen? Maar moet leuk. Moet kunnen. Moet kunnen. Kijk, Mr. P is gewoon goed, ja. Zo. Ik zie Ronald daar. Hij staat er in de hoekie, man. Oké, gaan we dit winnen? Gaan we dit winnen? Oké, moet kunnen, moet kunnen.
En, juist. En Ronald! Nee! Hé, de sterspeler. Dat ik dat nog maar meemaken na een lange tijd basis met spelen gespeeld hebben. I really like that. Ik ben gewoon een sterspeler terwijl ik het zo lang niet meer gespeeld heb. Hoe kan ik nog steeds deze powers hebben? Ik ben nog steeds niet heel verkeerd ofzo met Brawl Stars, ja? Laat ook even met Edgar. Nou, Edelsteen is wel heel saai. Ja, het is net als Carina zijn stem. Oké, niet over Carina beginnen. Het is leuk om haar te blamen, maar nieuw potje. Oké, let's do this. Dit is voor mij een vechtersbaas, hè? Shelly, doe je slag maar slaan. Kom maar naar papa toe. Kom maar naar papi toe. Peppy papi. Iemand heet Kaka. Ja, ik hoef jullie niet uit te leggen wat Kaka is. Toch? Niet dat ik tenminste hoef uit te leggen, maar... Hè? Oei. Pak me maar. Huts! Dacht het niet, vriend? Huh, McDonald's! Nee! Oh my god! Het is gewoon echt een systeem of zo. Ik heb geen idee. Hey! Hallootjes! Dacht het niet. Doe maar! Doe maar, ja! Yeah. Nou, dit is sowieso een bot, want een bot gaat niet vanuit dichtbij sprayen. Dan ben je wel echt een idioot. Maar goed. Juist, de Nita. Huts! Laat maar doen. Ik ben toch McDonald's om me te bedreigen. Ik hoor hem praten. Oh my god. We zijn goed. Laten we nog een Ponty spelen. Het is leuk. Ik zeg je eerlijk, man. Ik vind het leuker dan ik eigenlijk zelf had gedacht. Oké, laten we sowieso nog een potje doen als knokbal. En we gaan Poco'tje inzetten. Poco, jij hebt als sterrenkracht, als Poco aanschap. Juist. Die herstelling is heel goed. Poco moet vooral bekend staan om herstellen. En daarom wil ik ook gewoon zorgen dat wij de healing zijn. Dat wij de achterban zijn van deze twee. Oei. Kijk uit. Zo. Een tik kan ook heel goed zijn. Zo. Slag maar. Oei. Kunnen we al proberen toch? Oké. We gaan zorgen dat we Ronald eventjes tegenkomen. Maar Ronald. Hij staat daar in die hoek. Oké. Interesting. En hij is weg. Oké, hij verdwijnt ook gewoon. Zo. Ik ben niet meer opletterd, hè, sinds... Oei, die bal is daar. Delhi. Huts. Oh, nee! Oh, ik dacht ik kan een super shot uit doen. Oei. Ah, joh, Bibi is goed. Scoren nu. Mijn scherm doet helemaal raar. Waarom doet mijn scherm raar, Delhi? Zo. Ze hebben wel dingen aangepast voor mij bij Brawl Stars. Kijk! Ik wist het! We zijn goed! Ik zeg het toch! Blijf healen. We gaan in de bosjes. Kijk! Oeh, shit. Had ik niet moeten doen. Oké, dat is wel echt een beetje onhandig, hè? Nee, dat had ik niet moeten doen. Ik ben gewoon onhandig. Ik wou gewoon mezelf healen. En dan gebeurt er, dan heb ik de bal. En ik kan mezelf niet healen. Oké. Geef geen kan. Oeh. We gaan gelijk staan. Het enige wat ik hier even kan bedenken is vrij... Ja, gewoon gelijkspel. Maar we hebben gewoon... Hey Ronald, wat? Mijn scherm doet raar. Maar hey, we hebben nice gespeeld. Eerlijk is eerlijk. Oké, hij valt weg. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze prachtige video. Heb jullie genoten? Dan moet je liken. Vergeet niet te abonneren, dik en dan met belletje aan. Ik zie jullie later terug bij een nieuwe video. 10.000 views, 2.000 likes is een nieuwe Brawl Stars video. Adios.